is bevlogen en heeft heel veel met innovatie. Dus het is ook iemand die veel buiten loopt, kijkt, alles opzuigt, weet wat er te koop is. Ik wil graag inhoudelijk, conceptueel dingen tot het gaatje doorredeneren. In die vasthoudendheid is die ook uitdagend. Hè? Probeert scherpte te krijgen in de discussie, in de keuzes. Ik merk heel veel inspiratie bij de docententeams die hun onderwijs aan het herontwerpen zijn of dat hebben gedaan. Hij heeft een enorm goed gevoel voor welke mensen het verschil kunnen maken. Dus hij heeft gewoon goede mensen om zich heen weten te verzamelen en enthousiast weten te krijgen. Hij heeft ze steeds geïnspireerd vanuit een hele heldere visie. Hij is creatief en vasthoudend. Enorm vasthoudend, soms op het eigenwijze af. En grenzeloos optimisme. Gepaard aan een hele forse dosis gezond realisme. Maar het is altijd, hoe kan het dan wel? Hij zorgt er ook voor dat er uiteindelijk iets wordt opgeleverd. En dat is met dat programma natuurlijk heel goed gelukt. Ja, als er één man is, zeg maar, die binnen de hogeschool gezorgd heeft voor 4 jaar lang daadkracht vanuit visie en organiserend vermogen, dan is Pieter dat. Nou, ik denk dat wat je van Pieter kan leren is dat je ook onderwijsinnovatie niet ziet als een tijdelijke interventie, maar meer als het op gang brengen van een beweging. Niet alleen gaan voor de digitalisering, niet alleen gaan voor leerwerkonafhankelijke toetsing, maar juist integraliteit voortdurend bewaken. Wat ik zelf het meest belangrijk vind is dat we een cultuur krijgen, en ik denk dat we die hier langzamerhand hebben binnen de hogeschool, waar mensen voortdurend blijven nadenken over wat verandert er buiten, wat verandert er in het onderwijs, wat verandert er in de didactiek. Wat kan ik nou in mijn onderwijs anders en beter doen om het beter te maken voor studenten? En dat mensen in de praktijk zeggen, nou, dit zijn echt fantastisch opgeleide mensen. Het kost gewoon tijd om veranderingen in het onderwijs te realiseren. De tweede is, denk ik, geef richting waar je naartoe wilt. De derde is, bied binnen die richting ruimte, zodat iedereen daar zijn eigen invulling kan geven. Elke opleiding, elke docententeam zit in een eigen context, zit in een eigen omgeving. En er is heel veel ruimte ook binnen onze hogeschool om binnen dat kader, binnen onze visie die we hebben geformuleerd op onderwijs, om daar zelf in de eigen context ruimte voor te geven. En last but not least, ondersteun op een hele goede manier docenten en docententeams bij het vormgeven van het onderwijs. Maar uiteindelijk ben ik het meest tevreden over het feit dat we echt die beweging op gang hebben gebracht, dat docenten en docententeams bezig zijn met het innoveren van het onderwijs. En daarin experimenteren, daarin dingen uitproberen. Een heleboel gaat goed, soms gaan dingen niet goed, maar daar leren ze van. En dat vind ik eigenlijk het meest belangrijk. En wij merken ook dat studenten dat ook echt heel erg op prijs stellen. En dat ook merken dat het onderwijs er nu anders uitziet dan een aantal jaar geleden.